Jullie raden het al, hij is binnen. Dus ja, jullie gaan zien dat ik hem nou uitpak. Hallo beste kijkers en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Sander's Vlog. Ik ben Sander en dit is mijn vlog en ik heb fantastisch nieuws. Buiten het feit dat vandaag mijn camera binnen gaat komen, ben ik er vandaag achter gekomen dat ik met Oud en Nieuw en met de kerst gewoon lekker thuis kan zijn. Want, dat zal ik jullie vertellen, in de maand december heb ik wel een CT-scan. Nou is het zo dat dit een minder preciezere scan is als de PET-CT-scan. Oh, ik had volgens mij mijn vinger op de camera. Nou is het zo dat de CT-scan een minder precieze scan is als de PET-CT die ik ook krijg. Een PET-CT die gaat mij waarschijnlijk pas gezond verklaren en dat zal niet de CT-scan doen. De CT-scan die zal hooguit in het positiefste geval gaan zeggen dat het heel veel is afgenomen, maar die kan nooit uitsluiten of ik genezen ben. Nou is het dus zo dat ik deze 16 december krijg. En ook al zou ik compleet genezen verklaard kunnen worden door die CT-scan, dan is er nog 2 weken voor Oud en Nieuw. Nou ja, mij kan je niet wijsmaken dat je dus de CT-scan en of de, de stamcellen in 2 weken lang helemaal kan oogsten van iemand die hoogstwaarschijnlijk niet eens in Nederland woont. Dus dat is hartstikke geweldig, want ik ben er dus gewoon bij met Oud en Nieuw. Dat is beleving van Oud en Nieuw, Oké, maar ik ga dus zo meteen mijn kamer ophalen. Ik ga nu sporten, ongeveer. En dan zien jullie zo meteen als ik onderweg ben. En we zijn aangekomen in de sportschool. En dan gaan we nu trainen. Daar staan we dan. We hebben getraind. Keihard. Is die volheid. Hij is weer moe. Zit in de shirt, weet je. Je kent het wel. Zijn ze allemaal. Dus zo meteen lekker mijn nieuwe kamer ophalen. Woe! It's supper the holiday. This heart is shining. And nobody gonna stop him now. Oh yeah, camera's been. Spannend. Jullie gaan het al, hij is binnen. Dus ja, jullie gaan zien dat ik hem nou uitpak. Nou, het is in ieder geval een mooie camera, zie ik wel. Er zit niet het hoesje in die ik hoopte dat erin zat. Dat is wel een stuk breien, zie ik. En een touwtje, gelukkig. Dat scheelt alweer. Ik denk, controleren maar even bij de winkel, dat is wel handig. Dan moeten we een lekker visje halen. Zoals jullie kunnen zien. We zijn lekker in de viswinkel, lekker een visje halen. Zo, nou lekker een visje gehaald. Om te vieren dat we een mooie camera hebben. Kijk eens, mooi visje. Yo beste kijkers, dit is mijn eerste opname in huis. Het is echt wennen man, want hij is best wel ver ingezoomd. En ik moet hem zo een beetje omhoog houden, denk ik. Ja, ik moet hem echt zo houden. En dan moet ik naar jullie kijken, dat is het belangrijkste. Ik ben nu tegen het licht aan het filmen. Zo is hij heel scherp. Ja, ja. Het is echt een heel mooi beeld. Zeker weten. Moet je kijken zeg. Zo is hij. Oh, je ziet nou moeilijk, maar zo. Zie je het? Ja. Ja, zie je? Heel scherp op mij, gek. Ja. Dus zo is hij wat minder. Ja, zo logisch, want daar is heel veel licht. Zie je? Maar het is wel nog iets beter als die ander. Mag ook wel. Maar je moet dus echt zo echt gaan lopen, want anders sta je niet helemaal op de camera. Dat komt omdat het een groothoeklens is. Dus ja, je moet echt gestrekte armen hebben. Dat worden aardige spierballen dus. Ja jongens, nou goed, in ieder geval, ik ga het even het cameraatje uitdoen. Ik ga het niet. Yo, what up gasten? En dan ben ik weer met de nieuwe camera. Het zou wel wennen worden, omdat ik hem zo hoog moet gaan houden. Ik kan hem niet meer laten. What the fuck?
zie een melding. Iets met een geheugenkaartje achter iets aan en dan met een bolletje of zo, maar ik snap niet helemaal het idee ervan. Maar ja, in ieder geval, ik ga het even naar de bank toe. Moet ook gebeuren. Het begint weer een beetje door te komen eindelijk een keer. Dat is een babytandje. Of althans, het was een babytand. Die hebben ze eruit gehaald. Of kindertand, melktand. Ze eruit gehaald. Maar er is nooit wat voor teruggekomen. Dus dat is wel handig. Maar die hebben ze eruit gehaald op mijn 18e. Dus vandaar. Nou, in ieder geval, ik ga het lekker naar de... Nou, beste mensen. Ik heb nu contact. Even scherpstellen. Kom op. Nee, dat wil niet. Ja. Ik heb dus contact met een groepje jongens, of met jongens. Nou heb ik wel eens vaker contact met jongens, dat is op zich niet het rare. Maar ik heb contact met die jongens die heet de... dit is het erg. Iets met Woody. Ik moet even kijken, Woody Wonder volgens mij. Maar ik begin aan mezelf te twijfelen. Even denken hoor. Iets met Woody Wonder. Ja, Woody Wonder heette die jongens. En die maken echt hele vette sketches. Met de Minion onder andere. Of ik weet niet zozeer of ik het sketches mag doen. Maar in ieder geval, ze maken hele vette sketches. Met waaronder de Minions en zo. En daar met hun ga ik dus binnenkort samen een filmpje maken. Dus dat is wel gaaf. En daar heb ik best zin in. Dus, ze hebben best wel veel volgers al. Kijken hoe precies ze zijn. Hoe precies ze zijn hebben ze. Dat kan ik precies niet zien. 17.321. En dit is nog niet echt een bizar groot kanaal. Maar dat is gelukkig ook de reden, denk ik. Dat ik contact met je kan krijgen. Dus boter jongens. Ik krijg geen contact. Hoe dat komt, weet ik niet. Door misschien de dagelijkse vele mailtjes kan. Of stijgt iets te veel naar een bom. Dat is iets wat ik in ieder geval niet wil gaan doen. Ik wil altijd contact met iedereen proberen te houden. Hoe dan ook. Dus door middel van misschien een filmpje ooit. Maar dat als er duizendzelfde vragen worden gesteld. Dat ik gewoon een filmpje maak om antwoord te geven op die vraag. Dus nou ja, in ieder geval, ik vind het hartstikke vet dat de jongens... Zie je, hij doet het ook veel beter met lichtinfo, joh. Zie ik. Echt 10 keer beter. Wat een verbetering. Normaal had je een ene paarse vlek gezien hier zo. Maar nou gewoon totaal niet, jongens. Kijk dan. Ja, toppie, man. Hey, nou, ik ga in ieder geval... Ik ga eens even kijken hoe de kwaliteit op de computer eruit ziet van deze supercam. Maar hij wil raar genoeg... Geeft hij wel storingen aan telkens met de geheugenkaart. Dus ik ga het kijken. Nou, jullie zullen één dik kwaliteitsverschil merken. Echt waar. Want, ja, het is niet normaal. Zo zie je wel een beetje paars af. Maar dan is hij echt vol zit hij erop. Maar in ieder geval, jullie zullen wel echt... Een dikke kwaliteitsverandering maakt. Ik heb het net gekeken op de computer en het is echt. Dus ik moet nou ook uitkijken. Want weet je, dan zien jullie ook alles veel beter voor men. Dus als ik nou een strontvlek op mijn gezicht heb, zagen jullie dat eerst misschien niet. Dachten jullie, het is best wel bruin, hè? Bruin, hè? Dat is die bruin, hè? Nou niet. Nou zien jullie gewoon, dat is een poepvlek. Is niet heel, hè? Dat is dus een geluk bij een ongeluk. Zo, beste mensen. Ik ben onderweg naar iemand. Want ik ga met diegene naar de macro. Want diegene moet zout zoeken daar. Voor de, noem maar dat, voor de vaatwasser. Dus ik loop even naar diegene zijn huis toe. En dan gaan we naar de macro. En we zijn onderweg naar de macro. En met iemand die niet op beeld wil. Dat is een geheim persoon. Dat wordt gezocht ook door de politie en zo. En door de kappersacademie toestanden. Dus... Gevaarlijk, ze mag niet op straat. Dus we zijn even badzout aan het halen. Dus jullie gaan zo meteen zien dat we voor 1 kilo badzout waarschijnlijk helemaal naar de macro gaan. Half uur onderweg zout. Nou, we zijn aangekomen bij de mooie macro. Voor 1 kilootje zout. 3 kwartier onderweg geweest. Maar het is het waard. Voor 50 cent zout. 3 mol radio in 10 minuten. 10 minuten, dat zeg ik 2 minuten gevonden. Oh yeah, mensen. En we zijn weer thuis. Dit is de eerste opname in het donker als het ware. Want het is niet meer zo licht buiten. Oh yeah. Ja, als het goed is ga ik zo nog even naar buiten. Dat is wel de bedoeling. Ik weet het niet zeker. Nou, jullie hebben net kunnen zien dat ik bij de macro ben geweest. Ik heb vandaag een camera opgehaald. Ik ben ook nog eens een keer in de sportschool geweest. Ik heb dit keer geen opnames van in de sportschool. Maar die komen vrijdag weer. Dus ik moet eigenlijk nog zelfs filmpjes bewerken van de sportschool. Want ik ben van de week wel naar de sportschool nog geweest. Natuurlijk maandag hebben jullie kunnen zien. Moet ik eigenlijk nog bewerken. Want ik doe natuurlijk ook sportvloggies. Maar ja, die sportvloggies is eigenlijk extra. Ik hou mezelf wel vast aan mijn schema. Maar mijn vlog is mijn ding. En alles wat er omheen komt is extra.
En dan kom ik zelfs nog wel eens achter dat ik hem dus vergeten ben op Facebook te zetten. Dat is heel erg eigenlijk. Oh, dan ben ik een allerlei kritiek vergeten. Dus dat ga ik nou even. En met op Facebook zetten bedoelde ik uiteraard de link van mijn video op YouTube. Dat is altijd gewoon tip 6 uur. Ik heb een heel droevig. Iedereen hebt je leuke broersdag vandaag. Ik heb niet mijn leuke broersdag. En dit is wat ik allemaal wil zeggen. En zoals ik al zei, ga ik nu even de deur uit. Hey, wat vinden wij er vandaag vandaan? Huh? Oh, dat is heel fijn, meneer moest de vak uitdelen. Dus deze, oh ja, dat heb geen nut natuurlijk. Zo, deze met die bril. Ja, die. Hij ziet het wel een beetje. Hij is wel beter s'avonds dan de andere staan, kamer. Zullen we even daar staan? Ja, ik vind het toch wel genoeg eigenlijk. Het is veel te laat terug, toch? Ja. Weet je, als we met z'n drieën hadden gegeven. Dan had er geen probleem geweest. En ze gebruiken poftaalgebruik. Ja, nou nu gelukkig nog niet. Ja, ja hoor dan. Ja. Oh yeah, ik sta hier in Casa di Cayadela. Disco. We gaan even FIFA doen. Ik ga binnen. Jullie zijn wel zien zo. Nou, de eerste wedstrijd in FIFA, jongens. Ik heb hem gewonnen. Deze Duitse Sveinhoed. Hallo mensen, daar ben ik weer. Ik ben weer lekker thuis. Jullie hebben net mijn dikke overwinning kunnen zien van FIFA. Nooit gespeeld FIFA 16. Sterker nog, ik heb niet eens een PlayStation. FIFA 15 heb ik ook al zeker een jaar niet gespeeld. En ik nak hem toch even. Dan moet ik wel iets bekennen dat ik stiekem daarna ook één keer voor had. Wel maar met 1-0. En dat was een lucky goal. Dus ik ben een baas. Ik ben een baas. Nou, gek. Ik ben zo blij met mijn nieuwe camera, jongens. Echt waar. Echt holy moly. Ja, ik ga het lekker de vlog bewerken. Dat moet ook gebeuren. Ik hoop dat ze samen kunnen. Dat de vlog van... Bam, 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 van de ene camera met deze camera kunnen. Denk het wel. Moet goed komen. Ik ben een profi, weet je. Dus, nou, ik zie jullie morgen weer. Dan ga ik lekker beginnen met deze camera. Dus wat betekent dat vanaf 's ochtends vroeg haar scherp beeld ooit. Mooi. Maar zo!